Voor het begin van de eerste echte etappe van de Tour de France gaan we eens langs bij de mechaniekers van Skill Shimano. Hoe ziet hun dag eruit? We zijn met 3 mechaniekers. Eén dag rijd ik de truck van hotel naar hotel. Eén dag zit ik in de eerste auto en één dag in de tweede auto. Gewoon achter de koers aan als er wat gebeurt. En na de koers fietsen wassen, auto's wassen, stofzuigen, van alle dat soort dingen. Alles nakijken. En 's ochtends weer de fiets op de auto. En dan bandjes pompen. Kunnen we weer beginnen. Je hoeft je niet te vervelen volgens mij. Nee. Ik denk dat we 4 of 3 zware weken worden, ja. Ja. Waren het gisteren de tijdritfietsen die geprepareerd moesten worden, vandaag zijn de normale fietsen aan de beurt. Maar wat zijn dit eigenlijk voor fietsen? We hebben voor de Tour speciale carbon frames. Dus normaal rijden we op Scandium het meest. En voor de Tour rijden we op speciale carbon frames, dus wat lichter. Sommige jongens hebben elektronisch schakelen erop, dat is weer nieuw. Dat schakelt net wat sneller en wat mooier. Andere wielen, dus altijd met tubes rijden ze nou. Is ook weer lichter. Verder is het niet veel anders dan normaal eigenlijk. Dat carbon, hè, dat is dus super licht. Is het wel stevig ook? Ja, deze frames zijn ook super strak ook. Voor Parijs-Roubaix en dat soort koers hebben we wel weer andere, die Scandium frames. Dat is gewoon wat vertrouwder is. Maar hier, ze zijn super strak en ook licht. Ja. Tot slot nog even over dat mechanische schakelen. Brengt al die elektronica ook niet wat gevaren met zich mee? Ja, nou, we hebben er 4 jaar mee getest ongeveer nu. Dus, en dit is eigenlijk het eerste jaar dat het ook op de markt is. Ja, dat schakelt echt super strak en super snel. Dus daar hebben we wel vertrouwen in, ja. Ja. Iedereen gebruikt het? Op de gewone fiets, ik denk 5 of 6 man, denk ik. Ja. Tijdens de fiets, zoals gisteren, reden er 8 man mee. En 1 gewoon mechanisch. Ja.